Dit is een nieuw verhaal in een bag full of stories. Dit is een nieuw hoofdstuk uit het jongensboek dat Heideroosjes heet. Een verhaal waarin vier Limburgse mennekes de wereld willen veroveren. Op onze eigen manier en op onze eigen voorwaarden. De grens tussen succes en mislukking is in de muziekwereld flinterdun. Dat heb ik in de afgelopen 16 jaar wel geleerd. Dat neemt niet weg dat we altijd nieuwe kansen opzoeken en uitdagingen aangaan. Keihard ploeterend voor iedere man, vrouw en iedere paardenkop in iedere zaal, waar ook ter wereld. Onlangs zijn we uitgenodigd voor een festival aan de Amerikaanse oostkust. Een happening met allerlei bands uit alle werelddelen en alle muziekstijlen. Samen met een paar bijgeboekte shows in New York vormt deze trip onze eerste Amerikaanse mini-tournee. Niet dat we de illusie hebben dat we daar ontdekt worden, maar Amerika is toch het beloofde land voor de muzikant. Dat zeggen ze tenminste. En dus gaan we, op weg naar de city that never sleeps. Buckle up, fuckface. Welcome to the United States of America. Whoa! This is Air America Radio. The White House today expressing some cautious optimism. Good morning, I'm Kevin Garrity. The Rangers had not beaten the Devils at Madison Square Garden since October of 2001. This is Air America Radio. Oh yeah, 15 years of ignoring you, I like that. That's pretty cool, man. That's a cool... That's the name of the band? Heideroosjes. Oh really, yeah? It's a difficult name. Oh really, yeah. Where are you Dutch from? Man. Holland. Europe. Holland? Holland, yes. Oh, welcome to New York, man. Alright. All the best to you guys. Okay, see ya. A bag full of stories, it's all I can give. I travel the same, cause that's how I live. Maybe we'll make it, maybe we won't. But as long as I play, I don't care if we don't. A bag full of stories, tales of my life. Imprisoned in music, my way to survive. You may take my money, oh yes, take it all. But you can't get my spirit, my music and soul. She gave me back the key to my front door. Another girl said goodbye, not the last one for sure. I never bought a present, I know that it's bad. A fun on the road report was all she could get. From Sydney to Rome, my mind's all alone. I'm waiting. CBGB's is eigenlijk de punkclub van New York. Ah, cool. Ja, 70 Grond, daar alle punkbands. Achter jou is mijn grote held Joey Ramone.
geraakt. Door daar de kinderen gespeeld. Lou Reed. Blondie. Ramones. Dead Boys. Ramones. New York Dolls. Alles wat. Rock'n'roll rijmt. En voor de avond valt, lopen we nog snel even binnen bij Triple X Tattoo. Het bezoeken van een tattoo shop is voor ons een vast ritueel geworden tijdens de toeren. En niet alleen stinkende punkrockers komen in deze shop, zo blijkt. Britney Spears veranderde hier van maagdelijk schoolmeisje in een getatoeëerd sekssymbool. Even hebben we de hoop dat ze vandaag haar plaatje komt laten bijwerken. Helaas. Dan een terras. Een beer. Ik wil vissen en drinken. Life can be beautiful. Anarchy in the UK. Het waren drie vullingen. Nou, wat hebben jullie allemaal beleefd in Amerika? Nou, we hebben bier gedronken voor $5 de fles en we hebben geslopen. Heeft het niet in een cartouche gekund? Ja, ik ook wel. Kom, wat gaan we doen? It says 475 10th Avenue. There it is. There it is. Is there a studio? It's a totally different address that's on here. It's totally, it says 475 10th Avenue. Is this a studio maybe? There's no credit card? It says cash on delivery, right on there. COD. You gotta sort it out. We're all a bit stressed. The reason is, wij voor nogal wat dollars backline hebben en dat we er nu net achter komen dat die cash betaald moet worden en niet met de creditcard. Dus we hebben dat geld niet, dus we moeten nog pinnen, maar je kan in het buitenland maar een x bedrag opnemen en dat is niet voldoende om dit te betalen. En de winkel sluit over 35 minuten. I'm sticking away right now in New York City. De helft is gelukt. De helft? Dan proberen we nog ergens 400 te pakken te krijgen. Gelukt? Ja. Doei. We hebben van de privérekening geld gepind. Om het desbetreffende bedrag te halen. Een middels van 20. Samen pakken, Peerman. Nou, let's go back to Tony. Okay, we got the cash.
Somebody's got to come up, yeah. Somebody's got to stay with me. Yeah, you. Oh. Hij zet gewoon wel te betalen, cash of creditcard. Zet hij gewoon, helemaal ja. Over. En zei hij van, nou wacht even, kijk even, misschien is het er al afgehaald. Kijk in de computer. Oh ja, het is al betaald. It's already paid for. Oké. Hebben we dat? Dus dan hebben we ontzettend veel geld meer. We hebben de instrumenten, maar nu is de wagen van Tony, de geluidsman, is de accu leeg. We hebben nog een uur voordat we in de zaal moeten zijn. Dus laten we hopen dat ook dit goed komt. Ja, we waren hier met verstaan van een auto. Ja, help me dan. Yay! Alright! Eindelijk iets gezonds te eten, hè? We hebben twee betalende bezoekers. En dat zijn Nederlanders. Hallo New York City, scream for me! Twee man. Oké. Okay. This is a skate or revolution. This is a skate or revolution. Revolution. Whoa, this is a skate or revolution. 16, I hated to be 16, low self-esteem. And 16, I wanted to be 18, things got better 18. We'll remember all my life. 16, always put on 16, insecure and 16, but tiny man turned 18. Enjoy 18, we'll remember all my life. This is a skate or revolution. Whoa. This is a skate or revolution. Whoa. This is a skate or revolution. Whoa. This is a skate or revolution. 60, Homer Wilson, 60. Escape or revolution. Whoa. This is escape or revolution. Thank you very much. We come from Holland, and when we booked this show, I said I got one condition. We don't want more than five paying people inside of the club. And half of that amount of people has to be Dutch. They said, I think we can do that. I said, okay, then we'll do the show. Thank you very much. Good night. Sick, man. I thought you were like a scream. No, you got good voice, dude. I didn't expect that. I expected you to be more of a screamer growl. Volgens mij vond iedereen het wel leuk, dus wat dat betreft, missie geslaagd. Geweldig, ga je kippenvel op mijn arm staan. Maar op persoonlijk vlak denk ik van, ja, repetitiesessie, een beetje oetsen, hoe alles vogelt, hoe alles werkt. Maar meer wordt beter. Oh, we're not used to that in Europe. No, it's not. This ain't Europe, buddy. In Europe, they cook for you and they give you a place to sleep. Yeah. They don't do that here, man. Airplane. You don't get shit here. If you get anything, you're lucky. Well, you don't get shit here. If you get anything, you're lucky. In Europe, they cook for you and they give you a place to sleep. Good morning.
krijgt niks voor niks in New York. Dat is inmiddels duidelijk. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Want zoals de grote filosoof en clown Bassie al zei, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. We hebben geen kater. Tja, humor is nogal persoonlijk en niet voor iedereen hetzelfde. Zoals ook onze bandnaam voor sommige Amerikanen hilarisch moet zijn. Hey, de heide riesjes spullen in de trashcan. Heide riesjes. In plaats van dubbel O, dubbel I. Nog dubbel. Positief, positief. Ja. Nee, hier. Toon, ik zie het boete. Is goed, zo. Hey. Hey ho, hey ho. Dit is punk rock in Brooklyn, New York City. Als je het afzet tegen de zalen waarvoor wij in Europa spelen, dan is het natuurlijk nog erg kleinschalig. Dat was cool. It was hey, nice. You guys played well. Well, it was hard. Proud. He had your snare. Your snare was so insanely loud in the mix. I had to go up to him. I was like, yo, I like snare in the mix too, but snare is louder. Just win. Oké. Nou, mooi. Bye love. Dorkje. Het optreden was leuk, er waren zelfs Hollanders. Nou ja, moet ik zeggen. Apart. Ladies and gentlemen. Album room. Zeker. Ik hoop dat ik niet val. Ik had verteld dat ik hoogtevrees heb. Heb ik wel verteld dat je 20 hoog zit? Ja. Nee, oh, kut. Ik heb aan de weer in die ging. De was is droog en na twee zwaar bevochten shows in New York is het tijd om de Big Apple te verlaten. Als fris gewassen rockers toeren we verder naar het noorden. Fasten your seatbelts, please.
Next up is New Haven. Waar blijkt dat de concertzaal meer weg heeft van een country bar uit een slechte knokfilm. On the streets of Abilene, walk proud men brave and true. Voor even wanen we ons in een aflevering van The Dukes of Hazzard, waar twee muzikale cowboys de aanwezige hillbillies vermaken. Een goed glas whisky versterkt dat gevoel. On the streets of Abilene. Ja, collega's. Maar er is hoop. Want plotseling wordt de ingekakte bar omgetoverd tot een punktent. En maakt de welgevormde cowboyhoed plaats voor een hanenkam. I think she's getting ready to do something. Don't worry about that. Come on, we're the dog. Okay. The dog is ready. He has a belly pat. Yeah, okay, girl. No, later. Okay? Can I save it for later? Thanks. We also have a shower and some towels if anybody just wants to take a shower and relax. Help yourself if you like. Okay, cool. And, I think I'll stay here. We just put it down because... Ringo, She likes me. No, she hates you. No, she was just on the right spot. I would shit my pants. What kind of... I got a bunch of beer. What kind do you want? I'm come and look. Can I have one? Yeah. Heineken. No, Heineken. Yeah. Fennel. Fennel. Fennel.
Smell this. Only rule of the house. The toilet. Yeah. If you don't hold it down, it doesn't flush. Okay. So, unless you want to leave a present for me, you gotta hold it down. It doesn't flush. That's the only rule of the house. Okay, that's an easy one. Scary? Scary? Hey, maar als we nou eerst doen spoelen, Roelofs. Oh ja, ik heb je de lok gegeven. Waar, nee, man. Ik ben zo nog op te wachten.